gaan we nooit kunnen. Nee. Ieder met iedereen. Hoor. Maar vanuit heb ik hier al bijna een jaar met je leef. Jordi al bijna twee maanden. Hebben wij zoiets van, joh, maar dit is vreemd niet. Die houdt nu gewoon niet zo'n rolletje op even. Ik kijk sinds januari, wat zeg ik altijd? Ik heb iedereen hier bestudeerd enzovoort. Gestopt. Maar het was geen rolletje. Rolletje? Maar wel als je daarna naar me bijna fluistert. Ja, tuurlijk snap ik het. Denk je? Maria, ga nou weg. Maar. Ja, weet je wat het ook is? Je kan ook gewoon niet alles zeggen. Weet je? Dat is gewoon iets. Want gewoon eventjes benieuwd naar het idee. Want je zegt, zij weet van hey, inloopkast en weer twee bedden erin. Ja, dat was ons idee als laatst. Dat we gewoon een kast maken. Ja. Nou ja, in ieder geval planken waar we onze kleren op kunnen leggen en hangertjes. Ophangen aan de zijkanten. En dan uiteindelijk gewoon twee bedden erin. Of een tweepersoonsbed. Of... Ja, volgens mij was dat pas last second toen de eerste keer is gekomen bedacht. Ja. Echt net pas gewoon. Ja. Kijk, je kan er best wel een inloopkast van maken hoor. Maar niet helemaal. Maar snap je, dan is het idee van dan doen we twee persoonsbed en dan wordt dat ook weer tegengehouden, snap je? Door wie weer tegengehouden? Ja, maar... Wordt door iemand die binnen tegengehouden? Nou. Nou, dat kun je toch doen met jou? Dat dus. Ja. In de wijze woorden van Milena en vele anderen, het is jouw utopia. Jij bepaalt wat je doet. En als jij zin hebt om een anderhalf persoons bed ding te maken, of een twee persoons bed daar neer te maken en daar de inloopkast, dan doe je dat. Want waarom? Jij bepaalt wat je hier doet. Mm-hmm. Jij bepaalt ook hoe je je uitschaalt hier. Ja. Oprecht. En als je kan met dingen niet eens zijn, dat kan je gewoon aangeven. Goed, zeker bij stand blijven hoor. Kan echt wel. Dat kan hier, dat kan ook hier buiten. Ja. Ik bedoel, ja. Hier buiten geef je ook, weet je, als je er niet. Een heel idee in het bruin huisje, want ik dacht toen dat Kelly wegging dat ik daar kwam om een hele rij zo aan een buis vast te hangen en dat ik daar allerlei kledinghangers erop zou hebben. Nou, turns out, ik zit nu in een caravan en ik heb een kast waar ik al mijn kleding op kan leggen, waar ik heel dankbaar voor ben. maar het zijn als jij iets wilt, zelf, en als je er 100% achter staat, dan moet je het gewoon doen. En kijk, je kan natuurlijk ook denken vanuit jezelf, maar je woont hier met 14 andere mensen. 14. Niet meer. Nee, 13 zelfs. 13 mensen. Niet meer, niet minder. Wellicht ooit een keer minder, maar niet meer. Snap je?
je moet, om het zo te zeggen, als ik dingen doe, dan probeer ik hier met mensen rekening te houden. En jij houdt hier met mensen rekening, dat ga ik je niet zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld rekening zou moeten houden met bijvoorbeeld wat mensen van hier buiten zouden vinden of denken. Ja, pff, meid, alsjeblieft. Hey, Scheet. Hoi. Wat is er allemaal, Poes? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, neem jij maar. Nee. Dank je. You gotta eat from. Nou, ik weet niet, ik ben gewoon geïrriteerd. De hele dag. Ja, dat zei net ook al. We hebben echt al vanaf vanmorgen discussies aan de kop. Mag je ei pellen? Ja, alsjeblieft. Doe ook knoflook sowieso. Hier, wc rond. Ik wist dat je dat ging doen. Ik wist het. Je bent niet goed. Ik zal me even als een dame dit afvegen. Oké. Nee, ik ben gewoon geïrriteerd. Of zo. Ik weet maar dat niet. Mag ook. Maar kan je nog herinneren wat ik toen mijn eerste 2 weken had met de regenboog? Ja. Dat. Ja. Yo, het is toch lachen, zo'n inloopkast. En dan gaan mensen zeiken, weet je. Ja. Ja, maar het is gewoon meer het idee ook. Als je weet dat je dat gezeik niet wil of aan kan, zoek het dan ook niet op. Ja. Want ik heb het idee dat je alleen maar slechter voelt. Ja. Ik zie je niet lachen namelijk. Oh, maar dat is niet maar, dat we je nou willen pakken op de inloopkast. Maar gewoon je willen broeden dat je je naar voelt. Daar zijn we maten voor. Mm-hmm. We willen gewoon niet dat iemand zich naar voelt. Zelfs met Merel de Post destijds over yes. Nou, ik vind nou, oh, gelijk helpt met het bed. Ja. Dan vind ik het vervelend, meer zich naar voelt. Ja. Ook met die 15 maanden feest, ik zie meer zo daar naartoe lopen. Ja, dan denk ik, ja, rot op. Dat vind ik veel belangrijker. Ja. Ja. De prioriteit, om het zo te zeggen, we zetten onszelf op nummer 1, maar we zetten ook andere mensen op nummer 1. En dingen zoals bijvoorbeeld... Sommigen wel, maar sommigen natuurlijk. Ja, en dat vind ik gewoon irritant, weet je. Ja, oké. Het is altijd dezelfde die zich weer moet opofferen. Dezelfde die zich weer moeten opofferen. Nou, weet je wat ik even doe? Pak stop erbij. Ja. Ja, kijk, ik zei net ook binnen, want Lex zit dan ook weer zo'n kutopmerking te geven van en al vorderingen. Ja, dat vroeg ze net ook alweer. Ja, dus ik zeg, weet je wat het is, jongens? Ik zeg, waarom komt niemand naar ons toe om te vragen wat nou het originele plan is? Ik zeg, niemand. Ja. Dus Hiske zegt, ja, maar ik toch? Ik zeg, jij, maar jij bent echt de enige. Mm-hmm. Voor nee, de rest? Ik, nee, maar zeg maar tot dit, hè. Totdat Fren, zeg maar, nu zo overstuurd is. Maar ik hoor wel, hier wordt dit gezegd, daar wordt dat gezegd. Oh, egoïstische wijven, ik weet allemaal niet wat we naar ons hoofd hebben gekregen. En dan denk ik, joh, voordat je denkt wat er gaat gebeuren, kom eens even naar ons toe. Hè. Kom eens vragen wat we nou daadwerkelijk van plan zijn. Ja. En wij gaan ons huisje niet uit en weet ik veel wat dan. Maar dan denk ik, waarom hebben wij meer recht om een huisje uit te moeten dan jullie? Dan denk ik, dan ga je maar voortaan lekker daar je been een beetje houden. Snap je? Maar dat is allemaal... je wordt daar super dwars van als mensen zo tegen je doen. Althans, ik wel. Ja, maar het is wel vanuit hun... Jij hebt destijds geopperd om meer B&B's te gaan laten boeken. Snap je? Dus ja, dat is, we hebben... Dat is, snap je dat dat extra benzine levert om nog harder tegenin te gaan? Nou, eigenlijk meer de camping. We hebben altijd een vergunning gehad voor 3. Dat is nu teruggedraaid naar 2. Ja. Maar ja, niemand weet dat. Ik wist ook niet wat 3 B&B's mocht. Tuurlijk wel, dat is nog uit de tijd van de tent, wij en Marten Lufke. Ja. Dan mocht hier altijd 6 mensen. Bijna niemand wist het. Snap je? Of de boot bedoel ik trouwens, sorry. Ja. We hadden B&B, we hadden de boot en we hadden de musketiers met de tent. Ja, maar vanuit jij het hebt gestimuleerd, hè, zo komt het over. Heb zij zoiets helemaal van... Ik heb niet met ze gepraat, hoor, maar dat is wat, waar ik vanuit ga. Ja. Ja, weet je, en dan kunnen we het daar best over hebben. Maar geef niet gelijk je bekken douwen. En dat is hier allemaal zo. Iedereen lult met elkaar mee en over elkaar heen. En denk, er zijn hier inderdaad wel een aantal mensen die graag meelullen met van alles. Ja. En dan ben ik blij dat ik... Maar kom eens zelf hier naartoe. Ja. Kom eens zelf zeggen, hé meiden, wat zijn jullie aan het doen? Of kom eens kijken. Andrea kijkt me al niet meer aan. Met zijn kop. Waar zij last hebben, begrijp ik. Van heeft, dat begrijp ik echt niet. Ja, maar echt, als iemand zo niet aankijkt, dan moet je dat ook niet aandacht geven. Gewoon laten. Daar heeft wel, daar heb je gelijk in. Je binnen of je buiten en iemand heeft een grote bek over me, hoef ik hem ook echt niet. Maak daar echt meestal geen druk op. Jongens, geen aan tegenkomen, prima. Kijk, je kan 2 dingen op een moment doen, hè. Bijvoorbeeld, ik creëer even een situatie met mij en dan bijvoorbeeld dan met Andrea, want dat is het laatste ding wat ik me kan herinneren met iemand waarmee ik een beetje beef mee had. Het moment dat zij zei,
je moet neem een slok minder van arrogantie. Oh, ja. Had ik één kunnen denken van oké, ik neem het voor mezelf in. Of ik trek mijn bek open. Nou ja, ik had een drank op, dus dan is het een beetje... De remmen toch wel een soort van los. Hè? Oeps. Waardoor ik een reactie teruggaf. En ja, achteraf denk ik bij mezelf een beetje van... Was de reactie nou per se nodig? Nee. Maar mensen moeten ook weer niet denken dat ze zomaar over je heen kunnen lopen en walsen. Ja. En dat heb ik hier heel erg. Het moment, ik heb hier gewoon het gevoel van het moment dat je, als je één keer niet je bek opentrekt in een discussie of wat dan ook, dat je dan per se, dat die persoon zich helemaal een soort van victory lap heeft en oh, ik heb deze discussie gewonnen of wat dan ook, weet je wel? Ja, echt. Er zat ei in. Dat voelde ik. maar ik irriteer me gewoon aan mensen hier echt al de hele dag. Vandaag is sowieso al best wel een soort van, voor mijn gevoel, een hele rare dag. Ja, ik vind het echt geen chille dag. Ja, ik heb hier echt geen... het is een hele echt geen chille vibe of zo. Nee, absoluut maar niet. Ik had het vanmiddag ook met Jolie over vriend. Ben, gaat ie? Ja. The fuck. Wat is er dan? Wat zei je? Ik had het vanmiddag ook, dat zat ik ook daar. Ik had met Jolie over. Ik weet het ook even allemaal niet. Ja. Nee, het is dramatisch. Ik werd naar het showbiz vriend genoemd. Ja, door mij. Door wie? Oh, door jou? Ja. Hoezo? Nou, omdat ik even vertelde. Show? Ja, omdat ik een hele andere attitude kreeg. Showbiz, ik kreeg Freddy niet. Ik kreeg opeens een heel... Wat deed je dan? Was je helemaal bitchy? Ja, ik kreeg opeens de Godfather voor me. Ik ja, wel een sensatie. Ah, saai toch. Ja. Zeg maar, Jody. Ja. Het, om het zo te zeggen, laten we het ophouden. Het is een saaie boel. We moeten toch een show maken. Oh, je bent er ook eentje. Ja, maar als ik... Dus, toen zat mama zegt waar je bent zo saai. Ja, maar wie dan? Nou. Ja. Heb ik je ooit saai genoemd, Fred? Nee. Nou. Ik volgens mij ook niet. Nee. Merel? Nee. Nou. Af en toe. Ja, maar dan, Fred, het geldt voor alles. Focus op de mensen die je vooruit willen helpen. Ja. Dat is echt het allerbelangrijkste. Sorry. Ja. Deze. Dat is wel leuk. Oh. Joh, je hoort mij toch ook heel vaak, heel vaak af en toe zeiken over een persoon. Dat is toch ook de eerste persoon die dan tegen me zegt: focus op positieve de mensen die vooruit helpen. En dat ik zo zit van: ja, daar heb je gelijk in, maak mee. Ja, natuurlijk, maar het is ook moeilijk. Ja, het is ook moeilijk. Ja. Maar ik wil het wel echt altijd blijven benoemen. En kan tuurlijk heb je ook helemaal gelijk in. En dan kan het af en toe heel vervelend op mijn strot komen, bijvoorbeeld het woord showbiz-vriend. Maar dan ben ik ook eerlijk en hard. En tegen mensen die ik waardeer. Sowieso ben ik probeer ik tegen iedereen eerlijk te zijn. Maar vooral tegen de mensen die ik waardeer. Dan geef ik respect aan hun. Dan krijg ik ook respect terug. Ja. Want ik ga ook vanuit als ik 100% eerlijk tegen jullie ben. Dat ik 100% eerlijkheid teruggeef. Anders moet ik het ook niet verwachten. En dan kan ik heel schijnheilig zeggen van. Oh, Fred, ik vind dat je een beetje anders doet. Nee, dan ben ik ook hard. Ja. Deed ik echt zo anders. Ja. Sorry. Nee, joh. Nee, dat was, het was niet. Sorry. Nee, maar het is niet een soort van. Het was wel de attitude naar ons toe, maar niet naar ons persoonlijk, maar meer als in dit hele happening. Ja, ik was er klaar mee. Maar dat mag ook, hè? Hey, ik was er vanmiddag klaar mee. Ja? Vraag maar aan Jordi, ik was echt even klaar mee. Ik oh, al gezeik en gezalig. Ik ben er ook wel behoorlijk klaar mee. Ja. En het ergste is nog, ik heb geen bed meer. Jo. Ja. Het is niet mijn huis. Toch juist... Zo, we kunnen toch dadelijk mijn bed losschroeven en dan zetten we die aan jouw kant en dan bouwen we hem gewoon aan. Nou, hier ligt hout volgens mij van. Nee. Dit was het ligt bed. Ligt er een bedframe? Nee, er ligt een bedframe in het Marteleufke, in het midden. Die kan je gewoon pakken. Ja, maar we willen eigenlijk zeg maar over deze gehele lengte een bed maken dat een tweepersoonsbed wordt. Vanaf de deur tot aan daar? Ja. Dus dan is het misschien handiger om eerst een bed te pakken en daaraan aan te bouwen. Kijk jou voor aan, want ik ben geen hoofdbouwer. Sorry, ik volgde het niet helemaal. Nou, om dus bijvoorbeeld dat bed uit Martelen te pakken en daaraan dat stuk aan te bouwen. Nog een deel aanbouwen. Ja, dat kan. Ja. Die kastjes even weg. Ik vond het wel leuk dat je mij even aankijkt met die vraag dat ik zo zat van... Ja, jij bent tegenwoordig ook bouwer, dus ja. Ja. Kijk jou even aan.
Oh ja, wat een dag zeg. Jeetje. Oh, wat een... Ik ben echt benieuwd. Ja, wij komen er ook niet uit. We zijn het gewoon niet met elkaar eens. Ja, dat ging ook over tekeer of niet.